Hey beste powerplayers en welkom bij een nieuwe aflevering van Powerplay TV. Dit keer een speciale aflevering, want ik ga een unboxing doen van de nieuwe PlayStation Vita. Zit in een leuk doosje trouwens. Een blauw doosje met de bekende PlayStation logo's op. Dus ik ben alvast benieuwd. Kijken jullie even op. Voilà, ik heb even de blauwe verpakking al van het doosje gedaan. En dan zien we eigenlijk een boek verschijnen. Met papieren. Een echt boek. PlayStation Vita. Voilà, ik wil denken. Oh. Gaan we een boekje lezen? Nee. Het is eigenlijk een toffe manier om het toestel te leren kennen, want als we het boek opslaan, zien we uiteraard een aantal welkomsteksten, een aantal straffe uitspraken. PlayStation Vita is the ultimate portable gaming experience. Uiteraard, moest ik PlayStation zijn, zou ik dat ook zeggen, maar dat valt dan uiteraard nog af te wachten. Maar nu ontdekken we eigenlijk waarom ze het in een boek gestoken hebben, want blad na blad ontdekken we meer informatie van de PlayStation Vita. Zoals bijvoorbeeld front camera, die we hier kunnen zien. En als we goed kijken, zien we door het aantal paginatjes de front camera zitten. Voilà, de front camera is uiteraard heel leuk om van jezelf een aantal foto's te nemen. Of om jezelf in een spel te steken, zoals hieronder staat verklaard. En als we even verder bladeren, zien we dual analog sticks verschijnen. De camera blijft uiteraard zichtbaar. Dual analog sticks die we eigenlijk wel kennen in miniatuurvorm. Van PlayStation. Take full control and feel the full-on intensity of first-person shooters for the first time on a portable gaming device. Spannend. We bladeren even verder. En dan zien we PlayStation gaming controls. Bijvoorbeeld het D-pad dat we ook op PlayStation controllers terugvinden en de iets kleinere wel, maar vertrouwde toetsjes van X, bolletje, driehoekje en vierkantje. Op deze manier blijven we uiteraard in een PlayStation toestel, daarmee zijn we vertrouwd en kennen we meteen ook de controls zoals de vorige PSP. En als we verder bladeren, zien we 6-axis motion control. Dus in het toestel zit eigenlijk technologie ingebouwd die toelaat als je toestel vooruit of achteruit kantelt, dat deze bewegingen mee in een spel worden opgenomen. Wat ook al langer bestaat, bijvoorbeeld in iPhones of gelijkaardige smartphones natuurlijk. Met andere handhelds zelfs. Voilà, cross game chat. Speakers zien we hier verschijnen, links en rechts. Wat wil gewoon zeggen dat we eigenlijk geluid horen tijdens het spelen, maar ook door de microfoon kunnen chatten met je vrienden. En dit kan zelfs over games heen. Gewoon een party starten, ben jij Uncharted aan het spelen en een van je vrienden is Mod Nation Racing aan het spelen, kan je gewoon blijven chatten tijdens het spelen, wat wel leuk is uiteraard. Dan verschijnt het 5-inch OLED touchscreen. Dit is toch wel het heldere paradepaardje van de nieuwe PlayStation Vita. Als we de commentaar lezen, staat er Enjoy gameplay experiences in incredible definition on the stunning OLED multi-touch screen that also introduces a new way to play PlayStation games. Multi-touch, dat is toch wel het belangrijkste denk ik aan deze nieuwe PlayStation Vita. Met meerdere vingers tegelijk kan je het toestel bedienen. En hier is hij dan, de PlayStation Vita in vol ornaat. Alles nog eens goed zichtbaar. Welcome to uncompromised portable gaming experiences.
De PlayStation Vita is een revolutionary, powerful next-generation portable gaming system built to deliver the ultimate in portable entertainment. Spannend, spannend, spannend. We gaan hem er zo dadelijk uitnemen, maar laten we even verder bladeren, want dan zien we uiteraard nog meer straffe taal staan. The world is in play. Stay connected. Dit is trouwens het 3G model met wifi. Je hebt ook eentje zonder 3G en de prijs staat ongeveer rond de €250. Als je goed kijkt, kan je misschien iets goedkoper krijgen. Maar dat is ongeveer de adviesprijs. En als we hier even kijken, staat er Join the Social Gaming Revolution. PlayStation Network is uiteraard geïntegreerd in de PlayStation Vita. En als we nog verder bladeren, dan zien we nog meer straffe taal, maar ook enkele van de launch games verschijnen, zoals Uncharted Golden Abyss. En die hebben we ook even bijgehaald, want de meeste van de games hebben we al. En je ziet, het zijn eigenlijk van deze heel kleine kaartjes. Ik zal er even uithalen. Kleine SD-kaartjes. Als we het hier even laten zien. Voilà. Die uiteraard bovenaan je toestel gaan. Als we verder bladeren, zien we Little Defiance. Die we hier ook hebben liggen. Voilà. Little Defiance. Ik wil Uncharted er ook even bij leggen. Wat hebben we hier nog? Als we nog verder bladeren, Wipeout 2048. Voilà. Everybody Golf. Everybody's Golf. Uiteraard telkens zo'n klein SD-kaartje. Reality Fighters. Die trouwens heel goed gebruik maakt van die augmented reality, waar ik zo dadelijk iets meer van ga vertellen. En als Unit 13, een shooter, die ik wel niet kan laten zien, maar wel Mod Nation Racers Road Trip, die zit hier ook nog. Voilà. We gaan even snel verder bladeren. Resistance Burning Skies is nog een launch game. Little Big Planet. Escape Plan, EA Sports FIFA Football, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, en dan zijn we tot onze Vita beland. Voilà. Maar daar stopt het echter niet, want als we de Vita even naast leggen, zijn er nog een aantal bladzijden in het boek die bijvoorbeeld iets vertellen over de rear touchpad, die we ook hier even kunnen laten zien. De spelletjes even opzij leggen. Voilà. The rear touchpad revolutionizes your games with this unique way to play. We zijn er wel benieuwd naar. Ik heb er nog geen game met gespeeld, maar de achterkant is eigenlijk ook aanraakgevoelig. En dan als je dan aan het spelen bent, kan je ook bewegingen doen aan de achterkant van het spel om eigenlijk bepaalde acties te doen. Dus voorkant kan je bewegen, uiteraard ook met de thumbstick, met de D-pad, met de knopjes, met de touchscreen, maar ook aan de achterkant. Dus heel wat manieren eigenlijk om de PS Vita te bedienen. Daarsnaks hebben we heel even Uncharted bijvoorbeeld opgestart. Kon je met de thumbsticks klimmen, maar kon je ook een pad aanduiden door te wrijven over het scherm enzovoort enzovoort. Dus heel wat manieren eigenlijk om doorheen een spel te gaan. En als we nog even verder gaan, dan zien we dat er ook een rear camera op het toestel staat die we hier zien. En die rear camera is eigenlijk vooral ingebouwd voor augmented reality games.
Wat eigenlijk wil zeggen dat dit toestel uiteraard alles filmt wat achter de PS Vita gebeurt, deze camera. Maar je kan dan ook bijvoorbeeld personages, mannetjes doen verschijnen op je beeld van je PS Vita, eigenlijk in je eigen kamer. Wat eigenlijk wel leuk is, mooi is en innovatief is. We hebben het al wel meer gezien, ook met Kinect of met iPad toestanden werd het gedaan. Maar in een handheld is het toch vrij nieuw en innovatief. En ik vermoed dat heel wat games van deze augmented reality met de achtercamera gaan gebruik maken. En als we nog verder bladeren, zijn we doorheen ons boek door. Voilà. De PlayStation Vita voor jullie even unboxed en kort uitgelegd. Wat we nog wel even voor jullie snel gaan doen. De voorkant hebben we al heel gedetailleerd uitgelegd. Dit is een home knop. Select start. Maar we gaan nog even de boven- en onderkant voor jullie verklaren. Hier zie je de power button. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Volumeknoppen. Shoulder buttons. Left en right. En als we hier boven even openen, dan zie je de locatie om een spel in te voeren. Het SD-kaartje. Dus hier langsboven. Voilà. Woep. Even insteken. En terug dicht doen. En hier zie je nog een tweede klepje om een kabel aan te sluiten. Voilà. De achterkant met ook dit speciale touchscreen. Met alle kleine symbooltjes van PlayStation in verwerkt. En hier zien we ook een heel klein klepje aan de onderkant. Waar eigenlijk een heel, heel mini SD kaartje zit. Heel klein SD kaartje wil ik eigenlijk zeggen. Mini SD. Speciaal lijkt me wel ontwikkeld voor de PS Vita. 16 GB. Intern geheugen. Voilà, dat steek je dan hieronder. Ik ga je dus uiteraard uitbreiden. Als je veel games installeert, download, zal je snel aan je 16 GB zitten. Verder aan de onderkant voor een headset en ook de connector om je Vita te connecteren met bijvoorbeeld je PlayStation 3 of ook via USB gewoon opladen aan een toestel. Wat ook meegeleverd zit, uiteraard bij de Vita, is deze kabel die je kan gebruiken onderaan om je Vita zo op te laden via USB. En ook een power adapter van Sony waar je uiteraard stroomkabel kan invoeren en een USB. Die USB vind je hier uiteraard. En het powersnoer er even bij leggen. Voilà. Maar dat kennen we uiteraard. Dus dit is de inhoud van een PlayStation Vita doos. 3G versie. En straks gaan we nog heel wat video's opnemen om het toestel verder aan jullie uit te leggen en te verklaren. Ik hoop dat jullie kijken en tot de volgende keer. Bye.